iedereen een beetje irriteren en door de tuinen heen en een beetje herrie schoppen. Nou ja, dat is een beetje de show van Koninginnedag op Urk. Het zijn jongeren. Ja, en dat hebben ze nog een keer over zich. Het mag wel even een keer gebeuren dit jaar. En zolang de hortige hand afblijft, dan is het mij prima. We hebben in totaal tot nu toe hebben we 18 aanhoudingen verricht. En dat zijn in ieder geval 11 mensen voor rijden onder invloed.